draaien waar. De Frieske derby. We voet terug kampioen. Ze gingen vieren alsof ze hem hadden gewonnen. Oh, 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 wat een ontknoping. Dat is nogal irritant. Er is Mille Vreewijk. Mille Vreewijk helpt niet. En dan is het raken. En het is een draaien, draaien. Wiese Paulussen is net de helft van Cambuur. 20 seconden te lang. Duurde de pot. Ja. Is het? Je maakt hem uiteindelijk Joost Raken, toch? De wedstrijd net lang genoeg. Oh, 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 wat een derby, jongens. Wat een derby. We gaan hem even terugkijken. Krijg je veel mee van de sfeer van tevoren? Pff, jawel. Ook de hele week er al van tevoren. Dus ja, het zijn wel leukste potjes om te spelen. Maar ja, beide beginnen op de bank. Ja, als ik al ziek van. Daar krijg je nog meer mee. Ja. Maar jij was er ziek van? Want jij kwam terug van blessure? Nee, ik kwam terug van blessure. Dus ik was eigenlijk al blij dat ik op de bank kon zitten. Dat was hier goed. Haaien dan naar de ziekenhof van het 16 meter gebied. Je hebt de volpaar tot Torpil. Daar is al 3-0 van Sportclub Jervien. Oh, 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 oh. Hij shit de bal prachtig achter. Kan niet aan zo'n pot. Na 1 minuut achter staan. Ja, dat kan niet. We hebben een keer tegen jullie gehad vanaf de aftrap. Toen zat jij daar nog in. Komt er een vastzet van Jacobs Rochter die lange spitsel. Drie keer zijn scotter. Ja, ja. Toen Robertsen drie keer scotter. Hier die van Cambuur. Wat het die spits er altijd. Hij zit weer op een goede plak. Robertsen drie keer. Jij verstaat het, hoor. Ik versta het. Ja. Jij niet, denk ik. Wow, niet echt. Dus hij staat altijd op de goede plek. Oef. Dit kan ik me niet meer herinneren, man. Scheelt ik ook niet. Fluit naar juist voor dit soort dingen. Normaal. Nou, dan komt hij met zijn vol bij de 12 pil. Bij de kust. Hier is de pil. Is het doelpunt. Wat een kopbal van Sidney van Hooijdonk. Oh, wat een goal. Het is ongelooflijk hoeveel kansen, hoeveel doelpunten. De Leeuwen te sportjouwen uit standaard situaties. Ja. Standaard situaties. Vorig jaar wel, hè? Ja. Dit jaar nog geen één. Nou, wel minder punten. Dat was wel een dingetje vorig jaar. Ja. Hoe kan dat dan? Pff, ja, we hebben het wel iets anders nu met corners. Maar ja, geen idee eigenlijk. Blessure Nick Bakker. Ja. Terwijl jij nog niet helemaal fit was. Nee. Met 100% volgens mij toch? Nee, ik was niet helemaal fit. Dat bleek later ook wel, maar dat was ook nou weer mijn laatste wedstrijd. Nu komt gelijk de pingel, denk ik. Ja, die komt nu. Ja. Ja, klopt. Nou, juist geeft hem in instantie niet. Maar ik wist wel dat ik hem raakt heb. Altijd geleerd in de ruimte te glijden, maar dit was niet in de ruimte. Hij zet dat been ook daar. Hij zet hem ja. Los. Dus op het moment dat hij naar die penalty, naar de schuilkruis, wist jij al. Volgens mij kwam Ennis nog bij mij. Hij zei, raakt je hem? Ik zei, ja. Dus ik wist het wel. Het is in Erwin Mulder. 64ste minuut voor de leaguemaker in de Frieske derby. Wacht maar, het is weer een wedstrijd. Het is weer een league. Tweede helft waren wij het ook wel kwijt. Ja, daarom. Ik dacht dat de eerste helft was voor jullie en ik het gevoel dat wij de tweede helft wel tot 5 minuten van tijd of zo. Maar ja. Toen was het wel, ik denk bij 2-2 waren wij de gelukkige. Dus ik denk ja, dat we op het laatst wel gewoon blij waren met 2-2. En jullie Joost, hadden jullie het idee van we gaan hem nog pakken? Ja, volgens mij bij die 3-2 liepen we ook allemaal naar voren. Ja. Toen was het nog 2-2. Dus wij gingen echt voor de winst. Ja. Een beetje naïef. Ja. Is deze samenvatting van Heerenveen TV of Dat doet helemaal niet mee, joh. Kijk dan, iedereen voor de bal. Hè. Nee, nou ja, die zit in ieder geval terug. Maar Mauleur, dan leidt rond van Cambuur. Kan Cambuur dan misschien nog een keer? Mauleur. Er is rond van Paulussen. Mitchell Paulussen. Het doelpunt Cambuur. Het is 3-2. De Frieske derby. Wat hij zei, klopt net. Cambuur. Maar ik ging niet helemaal. Ik zocht zwaar als eerste weer op. Op die andere helft. En toen duurde het nog steeds een minuut of anderhalf minuut tot iedereen terug was. Dus ja, wat hij zegt klopt wel, maar... Wat een ruimte had je hier? Ja, ze stonden met z'n allen voor de bal, dus... Nog goed, hè? Ja, zo goed. Zo ik naar huis naar zijn klokje, Sjen. Ik denk dat Jervien nog één keer mooi, nog één keer. Dacht je dat het kan nog een keer? Van Lucas ja, weet wel, dat het echt lastig maar kijk even linksboven dan. Ja. Wat gebeurt daar? Ja, dan had je nog met 2 minuten op moeten staan. Wat gebeurt daar, man? Wow. Het is een draaien. Pieter Paulussen is net de helft van Cambuur. Het is draaien. Is het? Je maakt hem uiteindelijk Joost Raken, toch? Joost Raken. Ja, ziek. De wiel van de wedstrijd is Joost Raken. Oh, wat een derby, jongens.
Kijk dan. Zijn Sjorri en achter mij haast boerende meesken bij Cambuur. Ik zeg reden eigen bij de bestuursleden van Cambuur. En ik snap het heel wel. Ik snap het heel wel. Er zit zo volle druk op. En dan dit. En dan dit. Joost van Aken. Ja. Doet het nog pijn, weet je wel? Ja, niet pijn, maar je vraagt je wel nog wel van wat als. Ja, maar mijn collega commentator Andor, die zegt ook van ja, Mitchell Paulussen wordt de held van Cambuur. Gaat de geschiedenisboek in, waarbij Joost scoort en ik in mijn commentaar zeg van hij wordt, ja, sorry, ja, ja, niet de held, ja, ja, van Cambuur. Ja, ja, met dank aan de jonge naasje. Ja, zeker. Ja, we kwamen elkaar nog tegen naar de wedstrijd. Ja. Zei hij nog van bedankt, hè? Ja. Ja. Kwam nog goed, gelukkig. Jij deed gewoon blind naar voren in het 16 meter gebied. Komt nog een ingooi? Ja, kwam nog een ingooi, klopt. Die legde Ibium nog terug en dan kwam hij bij Milan terecht, of volgens mij. Trezevies of Vreewijk, ja. Ja, dan moet je een beetje geluk hebben. Het is niet, kijk, het is niet dat... Ik was wel klaar om hem in te tikken. Het is niet helemaal dat ik er niet op rekende, maar ja, dat hij hem zo raakt. Ja, hij stond dat er verwacht goed, je ja, niet. Dat verwachten zij ook. Ja, je ziet de twee, drie jongens echt goed uitsprinten. Die bal kon niet op goal. Ja. Dat ging niet. Hij was naast gegaan. Ja, hij had niet kunnen scoren in ieder geval. Dus ja, je stond natuurlijk wel. Het is ook een beetje gevoel toch waar je gaat staan. Maar ja, de keeper was ook uitpositie. Ja. Ja, je bent teruggekomen, je hebt hier in jeugd gespeeld, je bent teruggekomen, je hebt een langdurige blessure gehad. Dat is ook heftig voor je geweest natuurlijk. Ja, ja. En dan speel je die wedstrijd en dan word je in die wedstrijd ook nog weer van slemiel tot held eigenlijk. Dus, en dan zie ik jou ook juichen op een manier dat volgens mij van alles door het gaat, of niet? Een beetje alles bij elkaar. Mijn contract liep af. Ik raakte al ergens in het begin tweede helft geblesseerd weer aan dezelfde blessure dat ik had. Dus ik wist al, dit is mijn laatste wedstrijd dit seizoen. Ik ga er nu niet weer uit. Ik ga wel door. Ja, en toen dacht ik van ja, contract niet verlengd. Kan ook wel eens mijn laatste wedstrijd zijn geweest. Ja, ik had het gevoel van dit zal wel een afsluiting zijn van, hè, van deze wedstrijd van mijn carrière bij Heerenveen. Had het ook maar gekund. Dus misschien dat een beetje eruit kwam. Die cornervlag ging er bijna aan volgens mij. Ja, die staat nu bij mijn vader in de tuin. Nee, echt? Ja, ja. Die cornervlag? Die jij pakte volgens mij? Ja, die is daarna gesneuveld. En daar konden ze niks van mee. Die mocht ik mee naar huis nemen. Waar staat die dan? In zijn tuin, naar het grasveldje. Staat hij in de hoek. Ja.